Lasco, hoe smaakt hier het biologische brood? Waar heb je ze van, Ben? Ik kom uit Hilver aan Beek. Okay. Ja. Speciaal soort varken? Ja, echt een biologisch varken. Dat kun je ook zien. Ze hebben een staartje. Ja. En de oren zijn niet zo beschadigd natuurlijk. Want ja, als ze helemaal opgehokt zitten en met veel stress, dan vreet ze elkaar de staart op en zo. Hè. En geen biologische varkens. Die hebben gewoon ook helemaal geen staart. Dus. En uiteindelijk worden ze groot. Gaan we ze dan opeten? Of wat gaat er dan mee gebeuren? We zijn al blij dat we er hebben. Laten we het gewoon zo stellen dat we er mogen houden. Hier ja. In de tulpen. We gaan genieten van deze lieve varkentjes. Ja. Oh, ja. Genieten. Het zijn heel propere dieren. Ja. Want het zijn nou dieren die gewoon alles en alle behoeften in één hoek doen. Schoot of zonder schoot? Ik zou heel fijn vinden als je de deuren van de winkel dicht houden, want er gaan heel veel vliegen naar binnen. Ja. Heb je daar een tas van gemaakt of zo? Ben ik nog even deze? Ik ga even de lampjes mee. Het is maar goed dat het een zeug was, want anders... Ha. Hij is wel heel taai. En de Chinezen hebben graag de poortjes. Wel mooi, die aardappel. Ja, ja, zeker. Die gebruik ik ook wel. Je ziet ook al die vlekken er zijn weg. Wacht een beetje. Hoe dichter bij de bedden, hoe lekker het vlees. Ja, dat weet ik niet. Vaak saai zit die bij de benen. Ja, want die altijd lekker. Ja, maar. Die vond ik toch ook wel lekker. En de wangetjes toch ook. En het zit recht op de vang. Ja. Nee, ik heb zelf hoe meer... Meer het vlees bewogen heeft, hè? Zoals de kaart. Oh, duur niet. Ga weg, man. Koekhuis. Godverdomme. Dus dat zijn de... Allemaal? Snitzels. Ja, die. De schouderkap is een schouderkap. En dat is... Okay. En wat is dit? Handel. Schouderkabinaar. Ja, het veentje de kruiden gehaald. Ja, omdat ik niet kan hakken hier al. Oh, oké. Snitzel. Twee stapels handlap. Oké. Ja. Oh, dat is wel.
jullie verschijnen? Ja. Okay.